Gas, olie, steenkool, fossiele energie is over 20 jaar waarschijnlijk niet meer te betalen. Je ziet het overal in het nieuws. De energiekosten stijgen wereldwijd en dit is niet tijdelijk. Na verwachting wordt fossiele energie steeds duurder tot het straks helemaal onbetaalbaar wordt. Wat kunnen we daaraan doen en hoe gaan we dat doen? Dat leg ik je hier uit. Wat we nodig hebben is een energietransitie. Dat is de overgang van het ene type energie naar het andere. Nu gebruiken we nog fossiele energie zoals gas of olie. Maar omdat het slecht is voor het klimaat gaan we steeds meer over op duurzame energie. Dat is de energietransitie. Voor deze transitie hebben we twee dingen nodig. 1. Een nieuwe onuitputtelijke energiebron. En 2. Een energiebron zonder uitstoot. Een schone en hernieuwbare energiebron dus. Maar nieuwe energiebronnen die we kennen, brengen nog wel wat uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld de onvoorspelbaarheid ervan. Bij wind- en zonne-energie ben je afhankelijk van de wind en de zon. Maar ook als de zon niet schijnt, hebben we energie nodig. Dit betekent dat we overtollige energie van een zonnige dag moeten opslaan, zodat we deze op een regenachtige dag kunnen gebruiken. We ontdekten dat elektrische auto's hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Ze kunnen namelijk elektriciteit opslaan. Zo kun je de energie van een zonnepaneel opslaan in je elektrische auto en vervolgens weer terugleveren aan je huis om een wasje te draaien. Handig toch? De energietransitie heeft ook invloed op de gebruikers van energie. Jij dus. Want koken op gas, je huis verwarmen met kolen en in een benzineauto rijden, dat past allemaal niet bij de energie van de toekomst. Toch blijft het moeilijk om iedereen mee te krijgen. Want niet iedereen heeft het geld om van het gas af te gaan. En niet iedereen kan zelf beslissen om zonnepanelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die in een huurhuis wonen. De energietransitie. Dat kunnen we alleen samen. Daarom zoeken we bij de Universiteit Utrecht steeds naar nieuwe mogelijkheden om iedereen toegang te geven tot schone en duurzame energie. En je kan zelf ook vast beginnen om duurzame keuzes te maken in je eigen huis. Zo werken we samen aan een duurzame toekomst voor iedereen. Meer weten over de energie van de toekomst? Lees dan verder in onze stories.